voorlopig verblijven. Voorlopig? Totdat we agent verder gaan met de noodzakelijke formaliteiten. Oh ja, natuurlijk. Wat zijn de noodzakelijke formaliteiten eigenlijk? Dokter Veldman zal het allemaal aan u uitleggen. Ik heb gezegd dat ik geen dokter wil. Dokter Veldman is een psychiater. Hij wil alleen met je praten. Waarom? Dat weet ik niet. Dat moet je aan hem vragen. Jij mag mij niet erg, is het wel? Wat zeg je? Ik zei dat je niet erg mag of wel soms. Het spijt me. Ik weet niet wat je bedoelt. Vanaf het moment dat wij elkaar ontmoet hebben op het vliegveld, ben je uiterst afstandelijk geweest. Niet dat het mij wat kan schelen. Er zijn ergere dingen in de wereld dat mensen elkaar niet mogen, maar ik vraag me alleen al waarom, dat is alles. Het spijt me. Ik denk dat jij je vergist. Ik doe gewoon mijn werk. Ik heb niets voor of tegen je. Misschien zijn alle mensen in warme landen zo. Of mensen, Israëliërs, jonge Israëliërs, ik weet het niet. Ik ben nooit verder dan Duitsland geweest. We hebben hier geen tijd voor emoties. Hier kan je beter geen vrienden maken. Morgen kunnen ze wel vermoord worden. Er moet altijd tijd zijn om vrienden te maken. Zelfs in de vernietigingskampen maakten mensen vrienden. Praat niet over dat soort dingen. Spijt me. Heb je ook in een kamp gezeten? Nee. Ik heb nooit in een kamp gezeten. Mijn familie woont hier al 3 generaties lang, al sinds de Russische pogroms in de vorige eeuw. Eerst waren we Palestijnen en nu zijn we Israëli's. En altijd Joden? Nee, jij bent een Jood. Ik ben een Israëli. Is er een verschil? Natuurlijk. Ik zal wel dommer zijn, maar leg eens uit. Israëli's vechten, Joden niet. Ah. Nou begrijp ik het. Begrijp je wat? Waarom jij mij niet mag? Dat heb ik eerder meegemaakt. Alleen toen waren het Duitsers. Nee, ik heb het niet over de nazi's. Dat was haat. Ik heb het over de gewone Duitsers na de oorlog. Die mochten mij niet, omdat ik de kampen had overleefd. Een herinnering aan hun schuld. Ik voel mij niet schuldig. Nee. Nee, jij voelt je niet schuldig. Maar jij kunt niet begrijpen dat ik me in een kamp heb laten stoppen, wel dan? Nee. Daarvoor heb ik het ook meegemaakt. Van een toevallige Jood, die niet in een kamp werd gestopt, omdat hij zich als niet-Joods kon voordoen, of op tijd wist te ontsnappen, voordat de razzia's begonnen. Trek het je niet persoonlijk aan, ik vat het ook niet persoonlijk op, omdat ik het zelf ook niet echt begrijp. Wat bedoel je? Ik had van die momenten, voor het kamp, tijdens het kamp, maar zeker daarna, dat ik me niet kon voorstellen hoe we ons dit zelf konden laten aandoen. En erger nog, hoe we het onze kinderen konden laten aandoen. Ik heb geen kinderen. En ik zal ze ook nooit meer krijgen, maar ik heb altijd gedacht, als ik kinderen had gehad, als ik moeder was geweest, dan had ik er alles, maar dan ook alles aan gedaan om ze uit die kampen te houden. Je hebt gelijk. Ik kan het niet begrijpen. Dag in dag uit zie ik hier mensen op straat lopen met een nummer op hun arm. Dan wil ik wel tegen ze schreeuwen. 6 miljoen Joden! Hoe kan iemand 6 miljoen Joden uitmoorden zonder enig verzet tegen te komen? Hier hebben we constant gevochten voor onze onafhankelijkheid, terwijl we maar zo weinig kans maakten. Ik kan niet begrijpen wat daar in Duitsland gebeurd is, al doe ik nog zo mijn best. Niemand kan het begrijpen. Of je moet het zelf hebben meegemaakt, en dan is het nog moeilijk. Massa-hysterie, leugens, slecht leiderschap, het speelde allemaal een rol. Mensen zoals ik, proberen het te rechtvaardigen door te zeggen dat we te jong waren en dat we het niet wisten. Maar zelfs dat werkt niet. Maar het maakt me ook bang. Bang? Hoezo? Bang, omdat ik denk dat het misschien wel in onze Joodse aard ligt om ons zonder slag of stoot over te geven.
Zoveel vervolging door de eeuw heen en niemand heeft ooit teruggevochten. Ik ben bang dat het met het land ook zo zal gaan. Dat drijven de Arabieren ons echt de zee in. En een toestroom van mensen zoals ik maakt jouw angst alleen maar groter, klopt dat? Ja. En je voelt je de schulden door dat je ons hier niet hebben wilt. Ja. Maar denk je niet dat zij die de oorlog overleefd hebben, een ontembaar verlangen hebben om te leven en aan jouw zijde mee te vechten? Denk je dat? Als ik voor mezelf spreek, weet ik het niet zeker. De wonden zijn diep en ik leef nog steeds in een soort van droomwereld. Ik kan mijn gedachten maar niet kwijtraken om van dag tot dag te leven. En ik ben te volledig in mezelf gekeerd om welke organisatie dan ook maar van dienst te zijn. En misschien gaat dat voorbij. En misschien kunnen wij, de overlevenden, ons weer aansluiten bij de mensheid en zo ons aandeel leveren. Ik weet het niet. De tijd zal het leren. Ik zal me maar geen zorgen maken als ik jou was. Jouw nieuwe staat zal overleven. En jullie hebben één voordeel. Wat wij nooit gehad hebben. Geweer. Het spijt me dat ik zo onaardig tegen je was. Je bent aardig. Ik zal het goed met je maken. Als je wilt, neem ik je later mee uit winkelen. Je hebt wel lichtere kleren nodig. We zullen zien. Misschien blijf ik niet. Wacht dan. Waar is Elisabeth? Ik dacht dat ze me mevrouw Krubus ophalen. Elisabeth is ziek. Ik moest het plotseling overnemen. Ik heb je verteld dat ik niet wil dat je het ontvangst doet. Je hebt niet de goede houding. Mevrouw Krubus. Veldman. Het spijt me als Magda mogelijk grof is geweest. U moet onze jonge mensen hun ongevoeligheid maar niet kwalijk nemen. Integendeel, dokter. Magda en ik kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Oh. Nou goed. Mevrouw Krubber, mag ik Anna zeggen? Graag. Anna, ik heb fantastisch nieuws voor je. Echt? U heeft een verblijfplaats voor me gevonden. Beter dan dat. Ik denk dat u beter even kunt gaan zitten. Immigratie aanvragen in Israël, dan zijn er een hoop dingen die onderzocht moeten worden, waarvan een van de belangrijkste is of de aanvrager reeds familieleden heeft in het land. Nee, ik heb totaal geen familieleden. Ja, nou daar heeft u het mis. Mevrouw Krubbe, we hebben uw echtgenoot gevonden. Begrijp je het? We hebben hier man, Jozef, gevonden. Mogelijk. Mijn man is dood. Nee, je man leeft, hoewel hij zeker niet gezond is. Sinds zijn aankomst 3 jaar geleden in het land is hij al ziek. Hij is aangekomen met een van de illegale immigratieboten toen dit land nog onder Engels mandaat stond. Hij werd helaas verwond door een Engelse kogel, wat zijn gezondheid en die beter opmaakte. Een Israëlische zin heeft hem verborgen gehouden. En na de onafhankelijkheid is hij naar het ziekenhuis overgebracht waar ze hem tot heden hebben gehouden. Ik heb hier een foto van hem. Zoals je ziet is hij er slecht aan toe en is hij aanzienlijk verouderd. Maar los daarvan moet hij voor jou herkenbaar zijn. Beter als je even op bed gaat liggen. Nee, het gaat wel. Het was toch op zijn gezicht zag. Ja, natuurlijk. Als je wil, dan kan ik ook een kalmeres
viel. Nee, geen medicijnen. Begrijp het. Magda is tegenhalen. Zoete warme drank zal je goed doen. Hij lijkt op zijn vader. Zoveel op zijn vader. Ik vrees dat zijn ziekte zijn lichaam erger uitput. Gaat hij dood? Nee. Hij heeft diverse problemen met zijn gezondheid. Maar zoals bij veel overlevenden heeft zijn geestelijke gesteldheid veel met zijn kracht om te herstellen te maken. Hij is erg vooruit gegaan sinds hij weet dat jij nog leeft. Weet hij dat ik hier ben? Ja, natuurlijk. Hij heeft contact opgenomen met de overheden toen jouw naam voorkwam op een lijst van immigratieaanvragen in de krant. Drukken ze zoiets af in een krant? Je moet begrijpen, Anna, dat het voor de meeste mensen in Israël dé belangrijkste informatie is. Iedereen, op een paar uitzonderingen na, is op zoek naar verloren gewaande familieleden. De meeste hopen tevergeefs dat de familielid het heeft overleefd. Zoveel mensen kwamen uit de kampen en verspreidden zich over Europa. De geallieerden konden echt niet iedereen registreren. In feite ben jij een van diegenen die door de maas van het administratieve netwerk is geglipt. We hebben de grootste problemen om jouw bestaan na 1940 te verifiëren. Het is louter, dankzij jouw man, dat je aanvraag is toegekend. Maar, even goed, moet ik je toch nog een paar vragen stellen over het ontbrekende jaar. Waarom? Ik zat in een kamp en ik heb het overleefd. Wat valt er verder over te vertellen? Probeer het alsjeblieft te begrijpen, Anna. We hebben veel gevallen gehad van individuen die de identiteit aannamen van overledenen om dit land binnen te kunnen komen. Waarom zou iemand zoiets doen? Heb je deze man ooit eerder gezien? Nee, ik denk het niet. Waarom? Kijk nog eens goed, Anna. Nee. Deze man was capo in Theresienstadt van 1942 tot 1945. Hij heeft de nazi's persoonlijk 3 jaar lang geassisteerd met het uitroeien van zijn medejoden in ruil voor zijn leven en kleine beloningen. Hij nam de identiteit aan van een dode lotgenoot om dit land in te kunnen komen. Op zijn 3e dag in Tel Aviv werd hij herkend door een van de overlevenden van het kamp. Hij wordt nu publiekelijk berecht. Zat jij niet in de Theresienstadt? Niet na 1941. Ah, dat verklaart de problemen die we hadden. Je man wist dat je daarheen was gebracht en dacht dat je was overleden. En de Russen hebben een deel van de verslagen weten machtigen, maar de nazi's zijn erin geslaagd om de verslagen van het eerste jaar te vernietigen. Dus we wisten niet of je het overleefd had of dat je was gestorven. Moet het allemaal nu? Ik ben moe en ik moet nadenken. Het spijt me. We hebben slechts 48 uur om de feiten vast te stellen en waarin je man een verklaring moet ondertekenen dat je werkelijk zijn vrouw bent. Anders worden je immigratiepapieren ingetrokken. Ah, de thee. Wil je een kopje thee? Graag. Ik denk dat je ons beter nu alleen kan laten. Nee. Magda. Ik wil dat ze blijft. Er moeten zaken besproken worden, waardoor ze de dingen misschien beter gaat begrijpen. Pardon? Laat het meisje nou maar blijven. Dat zal goed zijn voor haar om te delen. Zoals je wilt. Ben je er toe om verder te gaan? Als u dat wilt. Waar ging je na Theresienstadt heen? Naar een ander kamp. Ik weet niet waar het was of hoe het heette. Je weet het niet. Maar het kamp heeft toch zeker wel een naam gehad, zelfs als je niet weet
waar het was, dan heeft het kamp toch zeker wel een naam gehad. Ik ben lange tijd ziek geweest. Ik kan me niet veel meer herinneren. Het was in Polen. Dat is alles wat ik weet. Je was toch niet zo ziek? Zo ziek dat jij je van 4 jaar niets herinnert? Ik was ziek, naderhand. Toen kon ik het me niet meer herinneren. Ja, ik begrijp het. Hoe is het je gelukt om in... Kijk, wat was het ook nog? In München te komen? Het begint vanzelf. Zijn jullie door de geallieerden uit het kamp bevrijd? Nee. Nee, dat herinner ik me wel. Wij zijn bevrijd door de Duitsers. De Duitsers? Ja. Nou ja, bevrijd is misschien niet helemaal het goede woord. Op een nacht was er veel activiteit in het kamp. Vrachtwagens reden af en aan. En er was een vreugdevuur op de binnenplaats, waarin spullen verbrand werden. Papieren en dergelijke. En toen 's morgens waren er geen Duitsers meer. Ze waren weg. En wat gebeurde er toen? We bleven allemaal zitten. We wisten dat de poort open stond, dat konden we zien. Maar niemand van ons durfde zich te bewegen. Ik weet het niet. Ik denk dat we dachten dat het een val zou zijn en als we op zouden staan, we neergemaaid zouden worden met machinegeweer of zoiets. Hoe dan ook, we bleven daar. Voor een dag of 2, misschien 3, ik weet het niet meer precies. En toen kwamen er een paar nonnen en die zeiden ons dat de Duitsers ze hadden teruggetrokken en dat de geallieerden slechts 5 kilometer verderop waren. Dus ik stond op en ik ging. Waarom wacht je niet op de geallieerden? Wat mij betrof waren soldaten soldaten. Ik wist niet dat het ene uniform beter was dan het andere. Ik wilde gewoon weg. Waar ging je heen? Nergens speciaal heen. Ik ben gewoon gaan lopen. En gaan lopen. Net zo lang tot ik instortte. Kennelijk hebben mensen mij gevonden omdat ik in het ziekenhuis wakker werd. Ik ben een hele poos in het ziekenhuis gebleven. Ik kon me niet veel meer herinneren. Ik wist niet wie ik was en waar ik vandaan kwam. En toen mijn geheugen weer een beetje terugkwam, mocht ik voor weinig geld in het ziekenhuis blijven werken. Ik spaar het geld op en ben naar München vertrokken. En waarom naar München? Ik wilde niet terug naar Düsseldorf. Ik wilde de straten waar ik mijn jeugd had doorgebracht niet meer zien. Ik ging naar München omdat ik daar familie had. Wat voor familie? De zus van mijn moeder en haar man. Verbleef je bij hen? Nee, ze waren weg, meegenomen door de Duitsers. Dus toen heb ik maar een kamer en een baantje gezocht. Een baantje als wat? In een bar. Zeg, meer kan ik u niet vertellen, hè? Kunnen we hier alsjeblieft niet mee ophouden? Het spijt me. Ik moet zeker weten dat je bent wie je zegt te zijn. Ik moet een vredeverslag uitbrengen aan de overheid. Ik dacht dat ik dat allemaal al had gehad. Pardon? Verwerkt worden. Gedocumenteerd worden. Of hoe u dat dan ook noemt. Het spijt me. Wil je hier nog een thee, Anna? Kunnen we teruggaan naar toen je voor het eerst naar het kamp werd gebracht? Kees is dat natuurlijk. Als u dat wilt. Weet u wat zo voor mij zo vreemd was? Het was het eerste jaar dat ik me realiseerde dat ik Joods was. Ik bedoel, dat het iets anders was dan Duitser zijn. Ik ben niet religieus opgevoed.
Mijn vader was een wetenschapper. En ik denk eigenlijk wel dat hij atheïst was. Wij hielden ons nooit aan de Sabbat en dat soort dingen. Was dat een probleem? Nou, nee. In 1940 ontmoette en trouwde ik met Jozef en zijn familie was religieus. Ik weet nog steeds niet waarom ik verliefd op hem werd. We waren zo verschillend. Hij was erg serieus, erg Joods ook en een wetenschapper. Net als mijn vader. Zo hebben we elkaar ontmoet. En ik daarentegen, ik was frivool. Ik maakte graag grappen. Ik ging graag naar feesten. En ik vond het zo moeilijk om als Joodse vrouw te gedragen. De moeder van Jozef moest mij dat leren. En mijn moeder was woest toen ze het hoorde. Ze zei dat ik een juk kreeg opgelegd. Mijn moeder was een erg onafhankelijke vrouw. En door de familie van Jozef kwam ik erachter dat de Joden niet erg geliefd waren in Duitsland. Mijn vader zei dat de Groeves paraderen met het Jodendom, zodat iedereen het kon zien. Ze droegen altijd een keppeltje. Binnenshuis, buitenshuis, waar ze ook heen gingen. Altijd dat keppeltje. Ik denk dat mijn vader dat arrogant vond. Hij geloofde altijd in assimilatie. Het was voor hem een enorme schok. Toen hij een gele ster op zijn jas moest dragen. En uiteindelijk werd gedeporteerd. Dokter Veldman, is dit echt nodig? Het is goed om over dit soort dingen te praten. Je schoon schip maken en aan een nieuw leven beginnen. Doet u dit altijd? Ik praat met overlevenden zoals jij. Ja, dat is mijn werk. Het moet wel saai worden. Om naar al die verhalen vol tegenspoed te luisteren. Het moet wel heel saai zijn. Om naar al die verhalen vol tegenspoed te luisteren. Nee, nooit saai. Dag al. Ja. Het spijt me. Daarom ben ik ook zo geschikt voor dit werk. Ja. Je vertelde me over huwelijk. Mijn huwelijk. Met Jozef. Ik hield intens van hem. Al gaf hij me altijd het gevoel dat ik ontoereikend was. Hoezo? Omdat hij zo goed was. Hij was zo principieel. Ja, dat klinkt alsof het een vervelende blaaskap was, maar het was niet zo. Het was een oprecht goed mens. Vol energie. En vol leven. Hij wist u dat hij heel veel Joden heeft geholpen met vluchten en onderduiken? Hij was lid van een organisatie. De Joodse kinderen hielpen vluchten naar het buitenland in het begin van de oorlog. Ik weet niet waar ze heen gebracht werden. Engeland geloof ik. En God zegen hem daarvoor. Maar door zijn activiteiten bracht hij mij en zijn hele familie in gevaar. En op een nacht kwamen de Duitsers en ze namen ons allemaal mee. Zijn familie woonde in dezelfde flat, vlak boven ons. En waar werden ze heen gebracht? Waar werden jullie heen gebracht? Naar het station. En daar zag ik mijn ouders terug. Bang. En bij elkaar gekropen. In een andere groep. Over de menigte heen schold mijn vader Jozef uit. Dat hij hem nooit, maar dan ook nooit zou vergeven. Voor wat hij ons had aangedaan. Dat is de laatste keer. Gezien. Dokter Veldman, alsjeblieft. Marten, als je blijft storen, dan stuur ik je de kamer uit. Nee, Marten. Het gaat wel weer. Blijf. Jij en ik kunnen elkaar misschien nog iets leren. Wat wil jij dan leren, Anna? Ik ben mijn identiteit verloren, dokter. En misschien heb ik er nooit in gehad. Ik heb een tijdje geprobeerd om Joods te zijn. En daarna heb ik geprobeerd om mens te zijn.
Het probleem alleen was, tegen de tijd, ik geleerd had om Joods te zijn. Ik iets was geworden, wat minder dan mens was. Op die manier een bewijs voor hun theorie. Wiens theorie? Van de nazi's. Zij geloofden dat Joden, Slaviërs, Zigeuners, Untermensen waren. En ergens, ergens halverwege, ben ik er dus ook gaan geloven. Dat meen je niet, dat weet ik wel. Vertel haar, dokter Veldman. Vertel haar hoe we allemaal in beesten veranderen in de kampen. Niet iedereen. Er waren veel daden van menselijkheid. Ja, die waren er, ja. Maar die vielen in het niet bij de beestachtige daden. De nazi's waren de beesten, niet de gevangenen. Nee, jij begrijpt het niet. Natuurlijk waren de nazi's de beesten. Maar hij wist je waar aan toe was. Als de vrouw naast je in bed. Of de man die voor de barak voedsel deelde. Het was waar jij en ik het al eerder over gehad hebben. Wat mensen doen om te overleven. Dat was de grootste schok voor hem. Ik had geaccepteerd dat ik Joods was en dat ik daardoor verschilde van andere Duitsers. Dus ik ging op zoek naar vriendschap, kameraadschap onder mijn mede-Joden. Die bestond niet! Ik heb geleerd om niemand, maar dan ook niemand te vertrouwen. Het was afschuwelijk! Afschuwelijke eenzaamheid! Anna, moet je nog een andere belangrijke vraag stellen? Wil je nog even gaan zitten? In de brief van je dokter uit München staat dat je gesteriliseerd bent. Klopt dat? Ja. Ik moet je dit vragen. Het spijt me. Is de operatie zonder verdoving gedaan? Nee. Nee? Maar alle sterilisaties in deze stad bij vrouwen werden zonder verdoving gedaan, dat is ons bekend. Ik ben daar niet gesteriliseerd. Het was ergens anders. Maar je weet zeker dat het met verdoving is gebeurd? Ja, is het belangrijk dat u dat weet? Sorry. Mijn rapport bij sommige mensen die jagen op nazi-oorlogsmisdadigers. Ze zijn erin geslaagd om enkele dokters die dit soort operaties hebben uitgevoerd op te sporen. Ze willen ze vervolgen met hulp van slachtoffers. Zoals jij. Het spijt me, ik kan u niet helpen. Ik wil niks met dat soort procedures te maken hebben. Waarom heb jij uitdrukkelijk verzocht om niet onderzocht te worden door een Israëlische dokter? Het heeft toch wat problemen veroorzaakt bij je immigratieaanvraag? Ik heb het recht om met rust gelaten te worden. Ik heb voor de rest van mijn leven genoeg dokters gezien. Mijn dokter in München zei dat het om een bloedtest ging en nadat zij mij volledig had onderzocht, zou het rapport opgestuurd worden. Ja, maar vertel eens, waarom was een onderzoek door een dokter uit München wel acceptabel voor je en niet een van onze dokters? Was het omdat ze een vrouw was? Waar voor jou hier toch ook een vrouwelijke arts kunnen vinden? Het was een goede vrouw en ik vertrouwde haar. Het is hier erg warm in de kamer. Het spijt me, maar het raam mag nu echt niet open. Er is gisteren aan de overkant van de straat een bom ontploft. Laat maar. Maar ik kan wel wat lichtere kleren voor je halen. We hebben beneden nog een opslag. Nee, laat maar, Magda. Het is goed zo. Ik ben zo terug. Magda, alsjeblieft, zeg dat ze terug moet komen. Vind je het erg om mij alleen te laten?